Vanuit Club 5, in het kloppend hart van Amersfoort, is hier 033 Politiek. Waar lijsttrekkers in aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen verbaal met elkaar op de vuist gaan. Over geld, goed, grond en geweten. Kortom, 033 Politiek. Hier is uw kei in de conversatio, Arjan de Lintelo. Beste mensen, kijkers, aanwezigen hier in Club 5 in Hartje Amersfoort. Welkom bij de vierde en jammer genoeg alweer laatste aflevering van 033 Politiek. Een talkshow die we speciaal maken in de aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen 2014, 19 maart aanstaande. Met nu nog een lege tafel over enige minuten drie zeer speciale gasten. En die worden aangekondigd door Arjan. Van de CU kun je zeggen wat je mag en wil. Bij zo'n politieke achternaam staan wij allen even stil. Al breidt ze in de raad, de schouders gaan eronder. Gek op dienstbare politiek zonder al te veel gedonder. Ook een vicevoorzitter met enthousiasme en statuur. Zelfs Eerste Kamerkandidaat, misschien voor een later uur. Degelijk en betrouwbaar, ja zo ken je die. Het geweten van de raad, Simone Kennedy. Dankjewel. Simone, welkom. Bedankt. Neem plaats. Ja, ik laat de woorden van Arjan nog even om inwerken. Geweten van de raad. Mooie achternaam, Kennedy. Waar komt die achternaam vandaan? Nou, van mijn man. Aha. En ik ben heel traditioneel en mijn eigen naam is niet zo mooi. Dus ik dacht, Kennedy, Doornbos. En die Doornbos vergeet ik af en toe. Oké. En heeft je man je ook gebracht in Amerika, waar je een tijd gewoond hebt? Ja, we zijn in 1994 getrouwd. Toen was ik afgestudeerd. Toen zijn we naar Amerika gegaan. Daar heb ik 9 jaar gewoond. Ja. Ik kon daar uiteindelijk niets met mijn studie. Ik heb medische biologie gestudeerd. Ik was heel actief toen in de politiek. Lijsttrekker voor het GPV in Amsterdam. Ja. Dus ik ben al 1 keer eerder lijsttrekker geweest. Maar toen hadden we geen zetel. Ik hoop dat de voorspellingen deze keer beter zijn. Ja. Maar in Amerika kon ik uiteindelijk niks met wat ik in Nederland had gedaan. Dus toen heb ik mijn eigen bedrijfjes opgericht. Een vertaalbureau en een reisbureau. In Amerika? Ja. En wat is dan de reden dat jullie terug zijn gekomen naar Nederland? Mijn man werd uitgenodigd om te solliciteren op een positie aan de Vrije Universiteit. En die leek geschreven voor hem. En ik zei, doe nou. Ja. Ik wil weten of ik nog Nederlands ben of Amerikaan. Mm-hmm. En we hadden 3 kinderen en die zouden anders helemaal alleen in Amerika opgroeien. Dus hij heeft gesolliciteerd, werd aangenomen, we zijn verhuisd. En was nog hartstikke Nederlands. En toen was je terug in Nederland. En toen dacht je, of is dat toen niet geweest dat je die keuze maakt, ik ga een boek schrijven. Oh, een boek schrijven? Ja, of ja, heb ik dat verkeerd? Nou, ik heb me meteen weer aangemeld bij de politiek. Want in Amerika kon ik niet kiezen tussen democraten en republikeinen. En bovendien werd je alleen geaccepteerd als je of veel geld of een groot netwerk had. En het ging helemaal niet over kwesties, politieke kwesties. Het ging over veel andere zaken. Dus die politiek in Amerika, dat trok me niet aan. Ik kwam in Nederland, ik heb me meteen weer aangemeld. Toen was het ChristenUnie geworden. Ik kende daar nog allerlei mensen. Ik kwam in het wetenschappelijk instituut. En vanuit het wetenschappelijk instituut heb ik een aantal boeken geschreven. Oké. En een ervan is Samen de schouders eronder. Dat klopt. Kun je in een paar zinnen aangeven waar het over gaat? Ja, dat ging over de economische visie van de ChristenUnie. En dat ging eigenlijk al een beetje over, ja, hoe kun je meer verantwoordelijkheden terugleggen bij zowel de markt als de samenleving. Okay. Maar ook, wat kan je als ChristenUnie zeggen? Wat is jouw economische visie? Ja. Ja. En even voordat we naar de tweede gast gaan voor vanavond. Wat maakt dat je dit werk doet? Nou, ik word erg geraakt door onrecht in de samenleving. Ik heb gewerkt bij de voedselbank, ik heb gewerkt bij Stadsring 51. Ik wil zeker weten dat er een vangnet is voor kwetsbare mensen. En aan de andere kant heb ik ook in Amerika bijvoorbeeld gezien dat mensen zelf heel erg veel kunnen. En dat die overheid echt niet alomtegenwoordig hoeft te zijn. En als mensen zelf de kracht hebben, laat ze het dan doen, geef ze die ruimte en trek je als overheid terug. Vandaar de titel Samen de schouders eronder. Precies. En dan even die link. Arjan, die zei het al even, is een fantastische ruimte naar de Eerste Kamer. Ambities in die richting?
Nou, ik had op zich wel ambities, ik heb vaak gesolliciteerd. Maar nu met de 3 decentralisaties die op ons afkomen en de enorme uitdagingen voor Amersfoort, wil ik nu niet weg. Ik wil dit proces zelf ook kunnen overzien. Ik wil het meemaken. Ik wil dat en het stel goed, nu, Simone, goed gaat. Dat over 2 jaar er een beroep op je wordt gedaan. Wat zeg je dan? Nou, meestal moet je eerst solliciteren voordat er een beroep op je wordt gedaan. En dat doe ik nu eventjes niet naar die functies. Als men echt een beroep op mij doet, dan is dat misschien omdat ze denken dat er geen andere kandidaten zijn. En ja, als mensen echt denken dat ik de enige ben die het kan doen, wat ik me niet kan voorstellen, dan ga ik het wel overwegen. Oké, mooie introductie. Mag ik een applaus voor Simone Kennedy Doornbos namens de ChristenUnie. En Arjen, die mogen als tweede gast aan tafel verwelkomen. Een hele speciale. En weer die rode das als gifslang om zijn nek. En dagelijks in je postvak, die man die lijkt wel gek. We noemen hem ook Elvis door zijn behaarde wangen. En met oeverloze inzet kun je kiezers vangen. Maar eigenlijk is hij Amersfoort anders. De domeinnaam heeft hij al. Nu nog medestanders. Er zijn er in de raad die zijn bloed het liefste drinken met wat wodka en tomaat op al die ergernissen klinken. Maar trots op zijn lijst 1, aan burgers heeft het niet gelegen. De Nestor van de BPA, onze Hans van Wegen. Hans, welkom. Neem plaats. Ja, wat een wervende introductie, hè? Ja, dat kan je aan Arjan wel overlaten, ja. Ja, oké. Okay. Die rode das, dat intrigeert mij ook. Ook de afgelopen 2 dagen, ik zag je een aantal keren op je fiets door de binnenstad fietsen. Is die rode das een soort van handelsmerk geworden? Nou, het is ooit als een grapje begonnen, maar ja, ik heb van verschillende kanten bij de verjaardagen verschillende rode dassen gekregen. En dan, ja, dan is het wel makkelijk. Ben je altijd herkenbaar. Oké, ja. In je verleden heb je ook een aantal jaren, dat verraste mij, voor de Verenigde Naties gewerkt. Klopt. Wat heb je daar gedaan? Het is niet helemaal correct. Na mijn diensttijd heb ik 5 jaar bij de spoorwegen gewerkt. Okay. Want ik had mijn studie niet goed afgemaakt voor mijn diensttijd. Dus ik heb s'avonds de avond HTS gedaan en overdag de Zoetermeerlijn helpen ontwerpen en tekenen. En Bedum, Stedum, Loppersum, Appelingedam en Delfzijl. Ja. Dat vergeet ik nooit meer. Ja. En ja, de spoorwegen, tekenkamer met potloden en inkt, dat was toch niet mijn ding. Dat waren nog eens tijden. Dus ik heb gesolliciteerd bij de Verenigde Naties, gewoon heel brutaal een aangetekende brief naar New York. En dan via een omweg word je bij Buitenlandse Zaken gevraagd en eindig je 16 maanden later in Suriname. Ja. En daar kwam de staatsgreep over me heen en dat soort dingen. Dus heel veel meegemaakt? 3 jaar daar gezeten en daarna een eigen project in de Pacific en heel veel meegemaakt. Ja, ja. En toen ben je naar Nederland teruggekomen, hè? Ja, dat is na 10 jaar, hoor. Ik heb uiteindelijk 10 jaar in het buitenland gewerkt. Oké. En wat heeft je doen besluiten om, naast je drukke werkzaamheden op dat moment, hè, om in de politiek wat te gaan doen? Nou, ik heb eerst van 40 tot mijn 60ste gewoon nog gewerkt. Eerst bij de PTT en daarna bij KPN Telecom. Oké. En pas tot mijn 54ste ben ik vervroeg met de FUT gestuurd. Ja. Ja, en dan zoek je iets. En toen dacht je, ik wil niet achter de geraniums, ik ga maar eens wat doen in de politiek. Nou, een klein conflictje bij de gemeente bracht me met de vraag, is er een lokale politieke partij namens voor? Ja. Die bleken niet te zijn. Ja. En dan mop je nog een poosje en dan zegt iemand anders, nou dan moet je die zelf maar eens gaan oprichten. Ja. Ja. En zo is het ooit begonnen. Ja. In 98. En dan heb ik ook ergens gelezen, Hans, voordat we mijn derde gast gaan introduceren, dat jullie jezelf als BPA beschouwen als de supervragenstellers. Is dat nou een compliment of is dat iets? Ja, moet je daar blij mee zijn? Nou, het vragen stellen aan het college is een van de vele instrumenten die de gemeenteraad ter dienste staat. Okay. En voordat de BPA opgericht was, werd dat 1 of 2 keer per jaar gebruikt. Ja. En wij zijn wel de mensen die dat wat meer schoen gegeven hebben. Oké. Nou, daar gaan we het later tijdens deze uitzending nog over hebben. Dankjewel, ja. Dames en heren. Een applaus voor Hans van Wegen. Mooi. Mooi. Arjen, onze derde en laatste gast in deze aflevering. Op Twitter heet hij Spatjes en schuwt echt nimmer het debat. Grijpt de vijand bij de strot, messcherp en met speels gemak.
Als een vleestomaat zo rood en poeslief worden zwakker. Maar de burgervader laat die zweten, eerst de motie aan flarden hakken. Een socialist in hart en nieren, de barricade als toneel. De kroeg om elk succes te vieren en van armoe weet hij veel. Een vent met kloten en echt geen klerenleier. Hier een debater puur zang, Atje Spatje Meijer. Fijn, neem plaats. Ja, Ad, ik hoor het Arjen zeggen, Spatje, dat was in mijn jonge jaren een colaatje met een flinke scheut lekkers erin. Moet ik ook die link leggen of heeft het een hele andere historie? Nou, wat lekkers erin, dat is op zich nog van toepassing. Ja, oké. Okay. En ik denk dat je kunt zeggen van nou, luid raakt mijn naam en je hebt de partij. En wij delen toch wel eens wat spatjes uit als het om belangrijke zaken gaat. Oké, hartstikke goed. Naast je werk in de politiek, hè, wat heb je daarvoor gedaan? Ik heb 30 jaar bij medische groothandels gewerkt. Oké. Geen geneesmiddelen, nee. Dat is een heel ander soort vak, maar medische instrumenten. Dus dan moet je denken aan bloeddrukmeters, stethoscopen, dat soort dingen voor artsen. Ja. En ik heb dat 15 jaar in dienst gedaan en 15 jaar als ondernemer. Oké. Nou, dat lijkt me toch het geweldigste vak wat er is, ondernemer. En dan stop je daar op een moment mee. Ja, dat klopt. Ik wilde iets doen. Ik vond dat er iets moest gebeuren. Oké. Ik ben heel lang in mijn gedachtes en in mijn gesprekken en in wat ik las met politiek bezig geweest. En ik vond, dat ik steeds zag dat banden tussen rijk en arm, ziek, gezond, oud en jong, dat die steeds meer uit elkaar getrokken werden. En ik vond dat een hele slechte zaak, omdat dat ertoe leidt dat weliswaar sommige mensen voor zichzelf op kunnen komen, maar vooral hele grote groepen niet. En juist die mensen die worden steeds meer in de steek gelaten. En dat ging me zo hoog zitten dat ik dacht, ik wil daar zelf iets aan doen. Dus dat is je drive? Dat is mijn drive. Niet langs de zijlijn blijven staan, maar zelf een bijdrage leveren? Ja, ik wou daar zelf iets aan doen. Ja. En naast je werk in de raad hier in Amersfoort ben je ook actief als statenlid. Ja. Is dat goed te combineren? Want de Staten, voor de mensen die het niet weten, kijk eens op, dat is de provincie, hè? Ja, dat is de provincie. Dat is voor mij redelijk te combineren. Ja. Het is wel een heel ander soort bezigheid dan het raadswerk. Ja. Kun je zo in een paar zinnen de verschillen aangeven? Jawel hoor. De provinciale staten gaan over projecten en plannen die vaak over jarenlang lopen. En er zijn daar enkele momenten waarop de gewone mensen daar iets mee te maken krijgen. Ja. En verder is het erg bestuurlijk en abstract. En de gemeenteraad heeft natuurlijk veel meer contact met de mensen zelf, veel meer directe actie. Ja. Dus dat is toch een beetje andere sfeer. Wat past je het beste? De gemeente. Oké. Zeker. Dus geen ambities om fulltime in de Staten bijvoorbeeld iets te doen? Of in Den Haag? Nou, ik ben lekker hier bezig en daar wou ik graag mee doorgaan. Want er ligt een hoop hier wat staat te gebeuren. Oké. En ik denk dat de SP heel hard nodig is in deze stad. Oké, dankjewel. Dames en heren, graag een applaus voor Ad Meijer namens de SP. Ook in deze aflevering weer 3 thema's die we de revue laten passeren. Zorg, welzijn. Dan wil ik even beginnen bij jou, Simone. Hè? Ik denk als je mensen vraagt, iedereen zou de zorg moeten krijgen die nodig is, dat niemand daar nee tegen zegt. Tegelijkertijd weten we dat er heel veel vraag is naar zorg. Hoe kijk jij er tegenaan namens de ChristenUnie om die zorg in de vorm van maatwerk betaalbaar toegankelijk te houden? Vertel er eens iets bij. Nou, ik vind het goed dat heel veel taken naar de gemeente komen, want wij kunnen maatwerk leveren. Wij kunnen zien hoe het gaat. We kennen die mensen, we spreken met hen. Ik vind het wel heel erg dat er zo'n grote korting komt op het budget en dat we door allerlei veranderingen heen moeten. We moeten direct beginnen met bezuinigen, direct beginnen met reorganiseren. En het zijn toch kwetsbare mensen die daar niet altijd goed tegen kunnen. Maar in tegenstelling tot de VVD die altijd zegt, nou, we gaan het gewoon maar rücksichtloos bezuinigen. En als er dan mensen tussen wal en schip vallen, nou, dan vangen we ze dan wel op. Hè? We gaan kijken, we gaan minimale vangnet bieden, zegt de SP. De overheid moet alles precies zo doen, er mag niks
niks veranderen. De overheid is overal voor verantwoordelijk. Geen vrijwilligers die zorgprofessionals mogen. Wij zitten daar tussenin. Oké. Dit vraagt om een uitdaging, om een antwoord van Ad. Ja, ik wil daar best een reactie op geven. Graag. Het probleem is namelijk dat mevrouw Kennedy zegt, ik zit er tussenin. Nee, mevrouw Kennedy zit op die VVD-lijn. Want wat u namelijk in de praktijk doet, is dit beleid steunen. Het belangrijkste beslissing die ging afgelopen zomer is die genomen. Hoe gaan we om met die decentralisaties? Ja. Op welke manier wordt de nieuwe organisatie vormgegeven? Hoeveel geld wordt erin gestopt? En hoe worden de taken en verantwoordelijkheden verdeeld? Dat beleid heeft u gesteund en wij niet. Want wij vinden dat voordat je aan die verandering begint, dat je eerst moet kijken wat de zorgbehoefte van de mensen is. En wat je moet kunnen doen om die in te vullen. En vervolgens ga je kijken welke organisatie daarbij hoort. En dan kijk je naar het geld wat daarvoor nodig is. Het is precies omgekeerd gebeurd. Zeg je daarmee eerst wel? Eerst om het geld. En daarna pas om de organisaties. En dat is heel schadelijk voor heel veel mensen. Straks. Zeg je daarmee, Ad, dat je in de kern wel vindt dat er iets moet veranderen? Want dat hoor ik wel tussen de regels door. Daar moet altijd iets veranderen. Okay. En je moet altijd zorgen dat je op een zo doelmatig mogelijke manier de mensen die zorg nodig hebben, die ook geeft. Maar dat is niet wat hier gebeurt. Hier wordt gewoon gezegd, eerst breken wij af. En dan gaan we met allerlei ingewikkelde formules, vangnetregelingen toepassen. En kijken hoe we dat kunnen repareren. Waar maar weinig mensen echt in terechtkomen. En heel veel mensen tussen de wallen en het schip vallen. En zo betekent het dat heel veel mensen hun thuiszorg kwijtraken. Op dit moment dat er meer dan 1000 mensen bij veel voedselbanken rondlopen. Punt gemaakt, Ad. Punt gemaakt. Hans, voor ik weer naar jou ga, Simone. Nou, als je dit zo aanhoort. Ik ben het hoofdlijnen wel met Ad eens. Want ik hoor Simone Kennedy altijd heel optimistisch en positief praten over de plannen die het gemeentebestuur heeft. Ook kritiek leveren, maar de laatste 4 jaar altijd toch het voordeel van de twijfelende organisatie geven en altijd meestemmen. En daar heb ik ook zo mijn twijfels van. Ja. Maar daar heb ik een probleem. Bij de sociale projecten gaan we ook heel vaak mee met de SP en zeggen we moeten eerst inventariseren wat er aan de hand is. Ja. En dan pas de definitieve beslissing. Ja, heeft meneer Van Wegen niet gedaan. Nee. Want het is even vergeten te vermelden. U heeft ook voor dat beleidsstuk gestemd. Ad, ik wil eerst Simone de gelegenheid geven. Eén moment. Simone. Wij zijn nu bezig met het stellen van de kaders. Met het nadenken over hoe die reorganisatie precies moet gebeuren. Wij doen dat vanuit de zorgbehoefte die er is. Ons doel is om die overlap en dat langs elkaar heen werken te voorkomen wat er nu gaat gebeuren. Dus we zetten een heldere structuur neer. Daar zijn wij het mee eens. He, met bijvoorbeeld wijkteams waarbij wij wel willen dat er keuzevrijheid is. Dat je niet zomaar iemand toegewezen krijgt, maar dat degene die hulp vraagt leidend is en de regie blijft hebben. Maar wat meneer Meijer op dit moment aan het doen is, zodra er ontslagen vallen, waar dan ook maar, dan zegt hij, overheid, red dat bedrijf. Overheid, red die zorginstelling. Raar standpunt. Er mag helemaal niets veranderen. Mevrouw Kennedy maakt toch een paar vergissingen. Dat is in de eerste plaats, er is geen heldere structuur. We weten dat het Rijk de budgetten enorm gaat bekorten. Dit college heeft op geen enkele manier reserves gemaakt om te zorgen dat we de klap opvangen. Ja. Waar zij mee komen is een hele vage structuur met wijkteams, met stips, met activiteitencentra die geen enkele goede stevige inhoudelijke basis hebben. Er wordt gedaan alsof we nu pas beginnen met zorg te verlenen in Nederland en in Amersfoort. Mm-hmm. Terwijl we in feite kunnen nagaan wat voor zorg er echt nodig is. Ja. Daar wordt niet naar gekeken. In feite is dit de grootste en grofste bezuiniging in de laatste 5 jaar die in de zorg wordt doorgevoerd in Amersfoort. Ja, dat is een landelijke bezuiniging inderdaad, die worden doorgevoerd. De structuur is nog niet helder, omdat de kaders vanuit het Rijk nog niet eens helder zijn. Nee, en die zullen nog een tijdje lang niet helder zijn. Maar ondertussen zijn wij het helemaal met u eens. Is het beter om een reserve op te bouwen, omdat wij absoluut niet willen dat er mensen tussen wal en schip vallen. Maar we willen wel een andere organisatie, en daar willen we nu alvast op anticiperen. En niet alles bij het oude laten, inclusief alle huidige zorginstellingen en alle aanstellingen van mensen die daar nu werken. Mevrouw Kennedy, de SP wil helemaal niet alles bij het oude laten. De SP wil dat we goed voor elkaar zorgen. En dat is wat nu op het spel staat. Dat zal ik u zeggen. U wil geen vrijwilligers, die zorgprofessionals? Wij willen dat er eerst gekeken wordt, en dat is ook het eerste wat we oppakken als we aan de bak gaan. Wij willen dat er eerst gekeken wordt naar de zorgbehoeften onder de mensen. Dat gebeurt niet. Er wordt gedaan alsof we op dit moment met zorgverlenen beginnen. Iedereen die betrokken is bij de zorg wordt bij elkaar gepropt in een team. En daar is een heel beperkt budget en zoek het maar uit.
Alsof er geen verleden is. Alsof we niet weten wat er nodig is voor de mensen. En als je dan zo'n laag budget geeft, dan weet je zeker dat je heel veel mensen in de kou laat staan. En daar zijn wij tegen. Wij zijn afhankelijk van het Rijk en de provincie om te weten welke zorg er op dit moment geleverd wordt. Wij maken ook keuzes. Die wij zijn het aan het inventariseren. Hoe wilt u het inventariseren? Die afhankelijkheid kunnen we natuurlijk doorbreken door zelf weer in dat raam een soort regie te nemen. Er zijn natuurlijk mensen die je niet meer opnieuw in hun eigen kracht kan zetten, want die zijn al in de laatste fase van hun ziektebeeld of van hun leven. Mm-hmm. En dan moet je dus als gemeente zeggen, oké, het Rijk bezuinigt wel, maar misschien moeten we als gemeente een sociaal gezicht tonen en bepaalde grote projecten opboeken naar het andere bedrijfsveld en dat geld dan niet stoppen in economie of in asfalt of wat dan ook, maar in overleg met de gemeenteraad grotere budget beschikbaar stellen voor de sociale zekerheid. Ja. En als we daar de komende jaren over na gaan denken, dan hebben we deze stad waarschijnlijk als een van de sociaalste in Nederland. En dat onze is best eerste mogelijk. Prioriteit. Ik denk dat maar we dat daar is, allemaal over eens zijn. Dat is nodig om onze een ander soort wethoudersploeg te krijgen, hoor. In andere steden lukt dat. En dat betreft moet ik de SP gelijk geven. In Os, en ik heb het niet allemaal in mijn hoofd, maar er zijn een paar steden waar de SP verantwoordelijkheid genomen heeft op dit punt. En dan kan je dus herverdeling van grote projecten. En misschien over 5 jaar kan je het geld weer anders inzetten, maar we moeten daar inderdaad een behoorlijke slag in gaan maken. Nou, meneer, en niet altijd onze oren laten hangen naar Den Haag. Ik moet zeggen, ik ben diep geroerd door de woorden van de heer Van Wegen. Wilt u een zakdoekje? Jazeker, ja, zeker. Okay. Ik heb dat zeker nodig. Maar het probleem is dat ik een paar dingen niet kan vergeten. Dat is dat weliswaar de heer Van Weerde vanwege deze vriendelijke woorden spreekt, waar ik me natuurlijk volledig bij kan aansluiten. Alleen het probleem is, zijn partij was de afgelopen periode ook een tijdje collegepartij. Ja, dat is fout gegaan, in die periode is er getekend voor 20 miljoen bezuinigingen. Die bezuinigingen betekenen een kaalslag voor al die doelen die u net zo perfect weet te omschrijven. En u was bijvoorbeeld, als we praten over die grote projecten, lange tijd voor de westelijke ontsluiting. Nu bent u dat niet. Nee, dat wil ik corrigeren. In die context meer vanwege, doen we natuurlijk wel op een geloofwaardige manier met onze standpunten. En ik was voor de kerstbaan. Wij waren niet voor in 2008. Nee. Zo snel mogelijk aanleggen die weg, zei Geert Groeneveld. Wij waren voor de kerstbaan. Een onjuiste berichtgeving wat u daar geeft. Nee, dat moet ik even rechtzetten, want ik kan niet doen deze lees bewering. De notulen. Er was in 2008 een bestemmingsplan waarin de feitelijke details zeer vaag waren omschreven. En waarin uiteindelijk de nood qua verkeersbehoeften op dat moment compleet anders lag dan nu. De kersenbaan is tot aan begin deze collegeperiode, zeg maar een jaar geleden, een omstreden project geweest. Steeds meer werd duidelijk dat de verkeersstromen daar niet overheen gingen. Ja. Steeds meer bovendien nam de crisis toe. Ja. Op dat moment is het volstrekt onverantwoord om voor meer dan 27 miljoen zo'n project aan te leggen. En hadden er voor een paar punten ook heel andere zaken kunnen gebeuren. We hebben niet voor deze budget gestemd. We hebben niet voor dit budget en gestemd. En zo snel mogelijk we hebben niet voor deze uitwerking gestemd. Ja, u hebt uw mening veranderd. Nee, we hebben onze mening helemaal niet veranderd. De omstandigheden zijn zo geworden dat in deze tijd het asociaal is. En nu wilt u terugkomen op uw besluit. Ik begrijp het. Mevrouw Kennedy, u zit er compleet naast. Wij hebben niet voor deze kerstbaan. En dan zegt u dat er opkomt voor de burgers en u was tegen het voorstel van de participatiegroep. Als ik even mag inbreken. Ja, Hans, dat vind ik een goeie. Want hoe kijk je nou zo tegen dit? Het lijken wel een stel kinderen hier aan tafel. Nee, maar u bent gespreksleider, had ik begrepen. Ja. Kijk, die westelijke ontsluiting. Die westelijke ontsluiting, daar zijn wij voor geweest. Maar niet als een beslissing, terwijl alle financiële zaken niet op de tafel liggen. En ik zal u één voorbeeld noemen. We moeten nu, als het goed gaat, over het defensieterrein. En er is nog geen wethouder, er is nog geen college wat ons aangegeven heeft. Wat is de prijs van die vierkante meters van defensie? En ik herinner me nog over heel wat jaren geleden dat de roemer in de stad ging dat er zou een nieuw ziekenhuis gebouwd worden op de Maatweg, op het oude mokcomplex van defensie. En we zouden die grond om niet krijgen. Dan neem je een beslissing dat daar het ziekenhuis komt en dan komt later uit de Hooghoed dat defensie toch 10 miljoen voor de grond wil. En daarom zijn wij tegen de westelijke ontsluiting, omdat tot op de dag van vandaag er geen intentieprijs ligt van de vierkante meesters van Defensie. Wat ik nou fascinerend vind hier, die laatste paar minuten. Toch, dus anders bent u daar gewoon voor. Nee, wat ik fascinerend als de prijs, voor de Westen als de prijs helder is en binnen budget gecompenseerd door de provincie en er hoeft geen gemeentegeld bij, waarom zou je er dan tegen zijn? Maar dat is het helemaal niet. Meneer Van Wegen, want er komt 25 miljoen lokaal geld bij. De Westelijke ontsluiting is een oplossing
voor een niet bestaand probleem. Minuten op onthoud, ja, uitsluitend in de spits. Zo'n probleempje. 67,1 miljoen gemeenschappen. Ad Meijer, Hans van Wegen, ik vind het fascinerend. We gaan het straks nog hebben over de legitimiteit van de politiek. Ja. Maar jullie laten hier zien, we hebben het over de zorg. En dit is typisch politiek gedrag dat jullie het afleiden van het feitelijk onderwerp. En het gaat over de restangent en de stand. Hier ben ik zeker niets met u eens. Dat mag. Want waar het gaat om de tegenstelling tussen investeringen die je niets doet in de zorg en massale bedragen die je neerlegt bij grote projecten. En dat zijn verkeerde keuzes. Je moet zeggen, eerst mensen. Je moet zoals thuis. Zeker geen prestige. Je moet ook thuis schuiven met budgetten. En dat is deze gemeente niet gewend. Als je een vakantiebudget hebt en je wasmachine gaat stuk, dan moet je misschien het vakantiebudget afspreken om die wasmachine te repareren. En wij zeggen hier altijd, het zit in programma 11 en het kan niet naar programma 9 of naar programma 7. En dat moet deze gemeente gewoon leren. Hans, het lijkt me ook goed dat luisteren ook een vaardigheid is die ontwikkeld kan worden. Twee is, als je de cijfers kent, dan weten we allemaal, dat hoor ik jullie niet zeggen, en geef dan een zuivere voorstelling van zaken, dat die Westtangent niet gefinancierd wordt sec alleen door de gemeente Amersfoort. Klopt. En het wordt nu voorgesteld alsof dat hier vanuit de gemeente gebeurt. Nee. Ik heb altijd gezegd, 67,1 miljoen gemeenschapsgeld. En of dat nou gemeenschapsgeld van Amersfoort is of van andere overheden, het zijn overal mensen die dat gewoon moeten ophoesten. Maar er is iets anders aan de hand. Er is een infrastructuurproject, dat heet Verder. Daaruit wordt dat betaald. Mm-hmm. Aan die projecten moet Amersfoort nog 13 miljoen betalen en later nog enige miljoenen. En wij vinden dat Amersfoort eerst moet gaan praten met de andere overheden die daarbij betrokken zijn om die bijdrage te verlagen. En dat is voor de Amersfoorters, want dat zijn onnodige projecten. Dat geld kan veel beter besteed worden, onder meer om te zorgen dat mensen in de WMO en in de jeugdzorg niet tussen de wal en het schip vallen. Nou, in ieder geval is mijn conclusie dat de standpunten uiteen liggen. Dat mag ook. En begrijpt u dat het wel zijn dat we er even geld bij halen van andere grote projecten? Want dat deden we dus. Hè? Ja, dat is helder. Dat is in ieder geval jullie beeld daarbij. Maar soms hebben ze wel een beetje de neiging om geld dat incidenteel is, een eenmalige uitgave, om dat te willen besteden aan geld dat structureel is. En dat dat elk jaar weer terugkomt in zorg en welzijn. Dus die rekensommetjes kloppen ook niet altijd helemaal. Oh, dat is een beetje raar gepraat, want natuurlijk is er dat verschil. Ik heb geen zin om hier over allerlei boekhoudkundige zaken te gaan delibereren met u. Maar het is natuurlijk wel zo, dat als je ook incidentele bedragen, zeker als je praat over die enorme bedragen waar opgeteld, westelijke ontsluiting, Kersenbaan, het topsportzwembad aan de Hogeweg en het opgeblazen huis van de watersport aan de Eem. Als je dat allemaal optelt, dan kun je heel veel jaren mensen goede zorg mee bieden. En dat is essentieel. Juist. Ja. Maar we zijn het eens, denk ik, dat de komende jaren het goede verloop van die decentralisaties, het opvangen van die kwetsbaren, dat dat de eerste prioriteit moet zijn in gemeente Amersfoort. Daar zijn we het wel over eens, denk ik. Dus dan vindt u ook dat er een ander plan moet komen dan het plan wat er nu ligt, waar je voor gestemd heeft. Dan bent u dat ook mee eens. Kijk, ik ga niet zo snel op mijn besluiten terugkomen als u. Je moet ook betrouwbaar bestuur hebben. Mevrouw, in welk opzicht? Nee. Dan moet u ook boter bij de vis. Op welk besluit ben ik teruggekomen? Kersenbaan. Nee, mevrouw. Wij hebben nooit gestemd voor deze kersenbaan. In 2008 was het gewoon een bestemmingsplan waar nog bij lange breed niet deze inhoud bij was ingevuld. Ja, de toelichting was, die weg moeten zo snel mogelijk komen. In 2008. We leven nu in 2014 en de nut en noodzaak is compleet weg. Ik denk dat we niet meer moeten praten over verkeer misschien. Lijkt mij een goed thema. Ik wil wel een applaus in ieder geval voor dit thema zorgwelzijn, dames en heren. Ja. Het tweede thema voor deze vierde aflevering, veiligheid, criminaliteit. Toen we het bedachten, konden we niet voorspellen dat Amersfoort een nieuw predicaat erbij heeft, namelijk inbraakhoofdstad van Nederland. Dat is niet een kwestie van voorspellen, dat weet de BPA al een paar jaar. Dat het hier qua veiligheid behoorlijk wat gebeuren moet. Ja. Onze slogan is dan ook voor een socialer, een financieel gezonder en een veiliger Amersfoort. En dat is niet zomaar gekozen. Oké. Dat zijn mooie woorden. Die kan iedereen vatten, maar de vraag is, wat versta je daar dan onder? Dat is een duidelijk idee. Wat je veiligheid op straat, veiligheid in je woning. Ja. Gewoon veiligheid in de openbare ruimte. En hoe zie je dat praktisch voor je, Hans? De oplossing bedoel je? Ja.
gewoon meer blauw op straat en meer insteken met wijkwachten en mensen organiseren. Okay. Ik bedoel, we hebben nou in de nachtelijke uren 2 politieauto's rijden met 2x2 man. En die moeten van Noord-Woudenberg tot aan Hooglanderveen. En dan kan je wel zeggen, je bel 112 bij een inbreker. Nou, als die van Woudenberg met toeters en bellen aankomt rijden naar Hoogland, dan zijn die inbrekers al lang weg. Dus dat meer blauw op straat, ook in de nachtelijke uren. Ja, met wijkwachten en dat moet je goed organiseren. Oké. Hoe zit de ChristenUnie daarin, Simone? Nou, ik heb inderdaad een keertje inbrekers op heterdaad betrapt in het huis van mijn buren. En ik deed dat eigenlijk niet zo slim. De buren hadden mij gezegd, wij zijn op vakantie, dus als je wat hoort, dan klopt het niet. Dus ik hoorde wat. En een half uurtje later hoorde ik weer wat. En ik dacht, nou ga ik echt kijken. Dus ik keek door het raam en ik zag iemand voorover gebukt. Ja. En ik zei, verdikke, maar er zitten toch inbrekers in dat huis. Nou, dat hoorden zij, helaas. Dus ze sprongen direct het raam uit en ze vertrokken. Ik belde de politie, het duurde 3 kwartier voordat ze kwamen, omdat ze al gevlucht waren. Ja? Dus ik weet nou hoe ik als oplettende burger het beter moet doen. Ja. En toen was ik een beetje boos, want die politie kwam langs na 3 kwartier. En die nam gegevens op. En ja, ach ja, vogel is toch al gevlogen. Ja, okay. En de volgende dag kwam er een politie en die zei, weet u hoe u uw huis beter kunt beveiligen? En toen had ik zoiets van, pak ze toch! Hè? Aan de andere kant denk ik, hoe meer blauwer op straat is, hoe onveiliger sommige mensen het soms ook vinden in hun eigen buurt. Hè? Dat kan je ook wel hebben. Het gaat uiteindelijk om een aantal zaken. Merk je het op als buren? Hè? Hoe alert ben je als buren? Wat is de kans op succes voor een dief? Wat is de kans op wat is de pakkans? En wat is de kans dat je eruit komt op zo'n manier dat je zegt, dit doe ik nooit meer. Hè? Dus wat gebeurt er na de berechting? Nou zet ik even punt. Want dan ben ik ook even benieuwd hoe de SP er tegenaan kijkt. Ja, ik denk, we hebben het over criminaliteit, voor de duidelijkheid, inbraak. Ja, ik ben nou even over die woninginbraken begonnen. Ik denk dat dat heel op zich heel schokkend is. Hè? Want bijvoorbeeld bij Kraaskamp, die heeft een ongelooflijk groot aantal woninginbraken. En ik denk dat een van de problemen is ook dat deze gemeente wel het een en ander zegt te doen aan voorlichting. Maar ik denk dat deze gemeente ook boter bij de vis moet leveren. En inderdaad moet zorgen dat er meer politie beschikbaar is. We hebben ook aan het college een aantal vragen hierover gesteld. Mm-hmm. En in die vragen zeggen wij bijvoorbeeld van nou, daar is die nieuwe politieorganisatie. En wij zijn toch erg bang dat die politieorganisatie ertoe leidt dat er gewoon minder agenten uiteindelijk beschikbaar zijn. En wij willen dat het college daar met de vuist op tafel staat. Want dit kan niet. De wijk met de meeste inbraken van heel Nederland. En als er zoals bij je ingebroken is, dat is een enorme aantasting van je gevoel van thuis zijn. Mm-hmm. En er zijn mensen die vaak wekenlang daar problemen van hebben als er bij hun ingebroken is. Dus dat moet echt een heel hoge prioriteit hebben. Wij vinden ook dat het college met een actieplan moet komen, omdat dit toch een vrij uitzonderlijke situatie is. Dat kunnen wij niet op ons laten zien. Wijkagenten kan je ook anders inzetten namelijk. Hè? Wijkagenten moet je gewoon exclusief wijkagent laten zijn. Ja. Wij zijn als korps in Amersfoort verplicht om elke 14 dagen ook agenten te leveren om dat FC Utrecht, dat commerciële spelletje, mee te draaien. 2 ME-teams. En van die 2 ME-teams is de helft maandagmorgen of ziek of in elkaar geslagen of heeft 2 dagen gewoon dit weekend gewerkt. Ja, nee, dat ik bedoel, u lacht er een beetje op, maar je zal maar ME'er zijn tussen FC Utrecht en dat klopt. Dat klopt. En daar moeten wijkagenten ook aan meedraaien. Dus we hebben op papier wijkagenten, maar door de week hebben ze gewoon hun verlof op te nemen van het weekend. Waardoor er geen bezetting is. Of ze zijn geblesseerd. Die discussie moet je aangaan met commerciële partijen. Daar moet je dus gewoon mee stoppen. Okay. En dan krijg je dus meer blauw op straat. Ik bespeur mevrouw wel. Mevrouw Kennedy heeft in Amerika gewoond. Daar heb je in elke wijk, want ik ben er veel van mijn werk geweest, continu altijd auto's op straat die surveilleren. Okay. Die vreemde auto's zien, die vreemde mensen zien. Dat gebeurt hier niet. We rijden hier met toeters en bellen van blauw naar blauw, van het ene ongeluk naar het andere. Maar surveillance, wijkagenten, die pakken we af voor commerciële activiteiten. Ik proef hier een zekere overeenstemming op dit punt. Een vraag die bij kiezers ook leeft is, kan überhaupt de lokale politiek, dus de gemeenteraad, dan wat aan doen? Is er niet iets wat door de landelijke overheid betaald wordt? Die inzetbaarheid van politieagenten, daar hebben we het over. Rol. Het is een landelijk gegeven, maar als je politiek lokaal sterk maakt. Maar het is wel zo dat de burgemeester hoofd is van de openbare orde en veiligheid. Tuurlijk. En dat wij als gemeenteraad de burgemeester moeten controleren daarin. Mm-hmm. En dan zijn ook, als je iets breder kijkt, we hebben het over woninginbraken gehad, maar ook in het algemeen naar overlastsituaties. Ja. Als SP zijn we al afgelopen jaren een aantal keren met overlastproblemen bezig geweest. En een van de dingen die opvalt is dat er nogal sprake is van verkokering. Wat je dus vaak hoort is dat mensen een probleem hebben. Ze zien wat, ze bellen op en er gebeurt niks. Ja. Ze bellen weer eens een keer, gebeurt niks.
En dan blijkt dat er zoveel clubjes soms bezig zijn met dit soort problemen. Niet alleen de wijkagent, maar ook de woningcorporatie, mm-hmm. ook de welzijnsorganisatie. Zowel op het gebied van veiligheid als op welzijn. Zo'n 26 partijen op één gezin. Niet altijd precies. En op een gegeven moment gaat het er wel om dat er geluisterd wordt naar die mensen, dat er wat gebeurt. Okay. Maar dat is ook de geloofwaardigheid van het veiligheidsbeleid. En maar wat kun je dat dan vind doen? Ik een punt van zorg. Ja, dat snappen we. Ja, korte lijnen. Wat kun je dan? Is er ook wat? Nou, extra inzet. Wij hebben ervoor gezorgd dat er nog een extra duo straatcoaches in Amersfoort blijft. Want die zouden wegbezuinigd worden. Die straatcoaches zijn heel goed in het bestrijden in elk geval van overlast. Ja. Kunnen ook boetes uitdelen en dergelijke. Zijn natuurlijk ook. Ja, dat was onze motie. Daar hebben we dacht ik met elkaar voor. Zo. Natuurlijk, gelukkig heb ik er een meerderheid voor kunnen vinden. Maar dat kostte veel geld om dat voor elkaar te krijgen. Dus sowieso, meer blauw op straat. Als wij als gemeente daarvoor moeten betalen, gaat dat heel veel geld kosten. Wat ik wel interessant vind, is dat het in Kruiskamp gebeurt. En als je heel veel diefstal hebt en woninginbraken in een wijk die toch bekend staat als een prioriteitswijk, is dat vaak ook vanuit de eigen wijk. En ik heb van een manager van een ROC-afdeling gehoord dat heel veel jongeren afglijden in de criminaliteit. En ik denk, daar wil ik ook eens naar kijken. Want we moeten wel weten wat de oorzaken is. We zijn. Waarom gebeurt dat nu hier en waarom vooral in Kruiskamp? Nou, ik denk, ik wil daar wel een enkele opmerking over maken. Ik heb met belangstelling naar inspecteur Kennedy geluisterd. Maar ik denk wel als je, dat het erg belangrijk is dat je precies gaat kijken naar wat er aan de hand is. En daar zijn bijvoorbeeld allerlei aanpakken om groepen die mogelijk dit soort dingen doen in de gaten te houden. En wat vaak het probleem is, dan is er een generatie die wordt in de gaten gehouden, begeleid. En dat gaat dan de goede kant op. Maar dan komt er weer een nieuwe generatie en dan duurt het eerst weer een tijd voordat de overheid erop reageert. Ook de gemeente. En dan moeten eerst de mensen weer bellen, daar is weer wat aan de hand, overlast. En dan wordt er pas echt dat bedoel ik. Dat dus soort dingen moeten echt aangepakt. Als we dus doorlopend op straat zijn, die wijkagent daar ook laten en niet met andere taken opzadelen, zoals administratiekantoor en wat mijn stokpaardje is, die FC Utrecht, maar er zijn nog andere. Ik bedoel, straks hebben we die summit in Den Haag. Daar zijn geloof ik alle agenten van Nederland. Dan kan je dus overal in de wereld inbreken. Dat is natuurlijk een uitzondering, maar die elke 14 dagen van FC Utrecht wil ik vanaf. Laat die wijkagent in zijn eigen wijk doorlopen surveilleren. Dan ontdekt hij die jongere groepen die misschien gaan ontstaan. Kunnen we het op een eerder stadium aanpakken en hoeven we niet te acteren. Ik kan me toch niet voorstellen, los van de partijen die jullie met verve vertegenwoordigen, dat een partij daartegen kan zijn. Dus dan is het toch eigenlijk heel eenvoudig als je door de bril van de kiezer kijkt. Die geeft het college van BMW opdracht om hier aan te werken. We moeten de burgemeester een opdracht geven. We moeten niet zoals mevrouw Kennedy regelmatig doet, kritisch en positief iets beoordelen, maar dan uiteindelijk zeggen, en we hebben er alle vertrouwen in. Nee, je moet hem ook zeggen, we hebben eens een keer geen vertrouwen, we sturen nu met een boodschap op pad. Gewoon wat kritisch. Een concrete opdracht. Dat doen wij toch ook vaak genoeg? Nee. Wij hebben veel meer moties en amendementen en opdrachten uitgedeeld aan het college. U stelt vragen, maar zodra u antwoord krijgt, bent u stil. Zo gauw u in de coalitie zit, heeft u nog nooit kritiek, ja wel kritiek gehad. Ja, maar daarna zegt u altijd, we hebben toch vertrouwen in de ambtenaren en het college. Wij hebben zoveel moties en amendementen ingediend en de helft zijn aangenomen. Wij hebben invloed dat gehad op het beleid. Dat geldt in heel Amersfoort. Zo gauw iemand in de coalitie zit, is het als makkerlammetjes achter het college. En daarom kunt u niet in de coalitie blijven, zeker? Nee, wij zullen ook. Nee, dat klopt. Wij hebben bij de Urilift, om een mooi voorbeeld te noemen, niet achter onze wethouder gestaan. Ja, precies. Even terug naar de veiligheid. Want anders dan ben je geen controlerende gemeenteraad meer. Ik wil afrondend, maar u kunt ook nooit een constructieve bijdrage leveren. Ik wil afrondend op dit thema, want het is wel een brugje naar het derde en laatste thema. Mm-hmm. Ik bespeur toch, los van wat er in het verleden gebeurd is, met de inzichten van nu en jammer genoeg dat predicaat, bespeur ik wel een vorm van overeenstemming dat in ieder geval hier wat aan moet gebeuren. Dat moet doorgepakt worden de komende jaren. Daar is een interessant onderzoek gedaan een jaar geleden. Mm-hmm. Daar is uitgebreid over gepubliceerd, over wat er wel werkt en wat er niet werkt. En er kwam uit naar voren dat je moet zorgen dat als er meldingen zijn, dat die een directe lijn boven in de organisatie van de gemeente hebben. Ja. En niet beneden blijven hangen tussen allerlei clubjes. En ik denk dat het goed is om daar prioriteit aan te geven. Okay. Maar wij als burgers en inwoners kunnen ook wat doen, toch? Zijn we toch ook wel mee eens? Daar zijn we alert zijn. Absoluut. Het thema veiligheid, dat laten we even nu. Ik vind het wel een applaus waard. De tijd vliegt ook in deze vierde en laatste aflevering van 033 Politiek. Ik wil het hebben over de legitimiteit van de politiek. En ik heb daar eens wat navraag naar gedaan, op internet ook. En er is een definitie van en die zegt dat het inhoudt dat er onder de inwoners een wijdverspreid geloof bestaat dat zij die de macht hebben de juiste mensen zijn om de stad te besturen.
Hebben de inwoners van Amersfoort in jullie optiek dit wijdverspreide geloof? Ik begin bij Ad. Nee, ik denk niet dat die dat wijdverspreide geloof hebben. En ik denk ook dat ze daar gelijk in hebben als ze dat niet geloven. Oké. Hans? De kiezer heeft altijd gelijk. Als de kiezer, en dat is de vorige keer gebeurd, maximaal alle stemmen op de burgerpartij Amersfoort zit. En daarom hebben we nu lijst 1. Dan zijn we gelegitimeerd om namens de kiezer op te treden. Ja, nou daar gaan we het zometeen ook nog even over hebben. Met de vraag of dit systeem überhaupt nog het systeem is wat aansluit bij de wensen van diezelfde kiezer. Dat is een nou, er zijn andere systemen in het oosten van Europa, maar daar spiegel ik me liever niet. Dit systeem is niet perfect, maar het is wel een van de betere systemen. Dus de kiezers hadden vertrouwen in u, ze hebben u massaal gekozen. U heeft een constructieve bijdrage kunnen leveren, u heeft alles naar uw hand kunnen zetten en u hebt hen onmiddellijk na een half jaar verraden door te zeggen, sorry, ik hou toch liever van klagen en in de oppositie zitten dan een bijdrage te leveren. Wij hadden de grootste fractie op dat moment. Alleen ja, je kan niet voorkomen dat twee mensen naar een burgemeester stappen en zeggen, er is fraude in een partij. Ik bedoel, voor individueel gedrag van collega's, daar kan je niks tegen doen. Maar u steunde uw eigen wethouder toch ook nauwelijks in de debatten? Wij werden inderdaad regelmatig geconfronteerd met wethouders die, en onze wethouder ook, die ze naar oren liet hangen naar de andere collegeleden. En dan kom ik weer terug op die urenliefst. Want het heeft nou na 4, 5 jaar wel bewezen dat het inderdaad een verkeerde beslissing is geweest. Is de Urilift uw enige overwinning in de afgelopen periode geweest? Het gaat niet om overwinnen. Het gaat erom om de ideeën van de burgers te vertalen naar het stadhuis en daar een discussie op gang te houden. En alle burgers waren heel erg bezorgd over de Urilift en u hebt al die andere onderwerpen maar laten zitten. Alle burgers hadden het vertrouwen in wat wij verteld hebben in ons toenmalige verkiezingsprogramma. En daarom zijn we met ruim 17-20% van de kiezers. Nou, ik kan u wel vertellen, het is eigenlijk helemaal niet nodig voor de BPA om het verkiezingsprogramma te kunnen realiseren, om dan aan de coalitie deel te nemen. Want in het huidige verkiezingsprogramma staat zo weinig, behalve de bloemenmarkt op de Havik, dat het sowieso wel gerealiseerd gaat worden door de andere partijen. Nee, dan moet u ons programma maar gewoon gaan lezen. Ik vind het prettig dat u namens de CU het programma van de BPA heel goed kent. Dus dat is heel goed. Maar voorzitter, alle programma's, daar loopt het water af. Meer geld voor onderwijs, meer geld voor veiligheid, meer geld voor dit en meer geld voor dat. Het gaat erom welke daden doe je. En daden. Hey Hans, het gaat niet om daden. En Simone, het gaat niet om daden. Ja. Ik hoor dit aan en het gaat om vertrouwen. Ja. Overal wordt gesproken over de kloof tussen burger, alleen het woord al. Ik heb het liever over inwoners en politiek. En ja, als je dit dan hoort, dan kan ik me niet aan de indruk onttrekken dat dat weinig vertrouwen geeft aan de kiezers. Ja, meneer Ter Lintelo, daar ben ik het volkomen mee eens. Interne ruzies kan je niet op vertrouwen schuiven. Legitimiteit, meneer Van Wegen, heeft ook te maken met betrouwbaarheid en geloofwaardigheid. Mm-hmm. En laat dat dan net de dingen zijn waar het in Amersfoort helaas nog wel eens misgaat. Absoluut. Want laten we eerlijk zijn, mensen hebben geen vertrouwen in politici die van de ene partij naar een andere hopen. Mensen hebben geen vertrouwen in politici die 3 jaar lang een standpunt aankondigen en als ze in een college terechtkomen ineens standpunt B. En ik denk dat mensen ook geen vertrouwen hebben in politici die helemaal op geen enkele manier überhaupt rekening met hen houden. Ik denk dat een groot probleem is dat als je kijkt naar de samenstelling van deze gemeenteraad, dat een heel groot deel van deze raadsleden, prima mensen, bestaat uit hoger opgeleide mensen met hun eigen hoger opgeleide circuits. En die mensen hebben geen affiniteit, geen gevoel voor de gewone Amersfoorters die de strijd om het bestaan moeten leveren. Die moeten vechten om een huur op te kunnen brengen. Die moeten hopen dat ze hun baan vasthouden. Misschien op een uitkering zijn aangewezen. En die vervreemding maakt dat deze gemeente beslissingen neemt die te zorgen dat er veel te weinig sociale huurwoningen zijn. Dat er op een schandalige manier met uitkeringen en zorg wordt omgegaan. Hans, en dat een hele grote groep mensen Simone in de kou staat. Ja. Je wilde het terugbrengen naar het begrip legitimiteit. Dat is ook legitiem. Dat is ook een kwestie van legitiem. Ik snap dat je die ruimte neemt, maar uiteindelijk kom je dan uit op SP-standpunten. Dat is ook goed, dat is helder. Nou ja, dat is op zich een logische gevolgtrekking die u dan maakt. Nee, maar dat het wel even helder is. Voorzitter, wij hebben op het ogenblik een nieuw team staan. Dat hebben we redelijk legitiem opgebouwd. Ikzelf als lijsttrekker, Gijs Meerman voor Veiligheid.
We hebben een, op nummer 3 meneer Saarloos, vertegenwoordigt het dorp Hoogland. Zo hebben we op nummer 4 Ralf Langedam, dorp Hooglanderveen. We hebben het opnieuw. Talentelo, we hebben 35 kandidaten. Meneer Talentelo. Dankzij een goede selectieprocedure. Als mensen meneer gaan zeggen, dan wordt het gevaarlijk, hè? Dat is jullie wel duidelijk. Dankzij een goede selectieprocedure hebben we dus geen overlopers meer van andere partijen. Zoals. Nu niet meer? Nee, nu niet meer. Dit is een belofte voor de toekomst, maar we weten het niet. Wij gaan niet tweede keer dezelfde fouten maken. Ons bestuur heeft er heel veel tijd in gestopt om een hele goede selectie te doen de laatste half jaar. Ja. En er zijn dus echt mensen van andere partijen die zich aangemeld hebben. We hebben ze allemaal naar huis gestuurd. We zijn met jonge en frisse en nieuwe kandidaten opnieuw. Over de legitimiteit van de politiek. Hè? Ik denk, wij hebben een heleboel verschillende partijen die vertegenwoordigd zijn in de gemeenteraad. En in dat opzicht denk ik dat er met de legitimiteit van de politiek wel goed zit. Al die verschillende ideologieën en standpunten, al die verschillende klassen, die komen ook naar voren. We hebben goede politieke discussies, maar de gemeenteraad is en blijft onzichtbaar. En helaas zitten er een paar ruziezoekers of publiciteitszoekers in de raad. En die vechten elkaar liever, in de media. Dat doet de reputatie van de gemeentepolitiek geen goed. Het zijn een beetje individuen. We zijn niet zoals Leusden, waar iedereen in de coalitie zit en alleen maar samen overeenstemming zoekt. We zijn dat eigen gerijder in Amersfoort. Hoeft niet per se slecht te zijn. Het is goed voor de discussie. Ik denk dat de stad best goed bestuurd wordt. Ja. Alleen de reputatie van de gemeentepolitiek heeft de afgelopen 4 jaar veel deuk op. Dan wil ik naar een afwechting. Als je dit dan concludeert. En dat is een mooi thema waar we tot diep in de nacht hier in Club 5 goede gesprekken over kunnen voeren. Wat houdt jullie dan tegen? En dan kijken we ook de andere partijen aan om vanuit eigenheid in verscheidenheid eens over ieder schaduw heen te stappen. En te kijken, hoe kunnen we die band met die ingezetenen weer vergroten? Nou, daar zijn wij dagelijks, elk jaar, elke maand, elke week al 4 jaar mee bezig. Kijk. Wij komen niet naar buiten de laatste 3 weken voor de verkiezingen, hoor. Nee, Hans, dat is duidelijk. Alleen de gemiddelde kiezer ervaart... En dat geldt trouwens voor de SP ook. De kiezer ervaart het anders. Wij staan beide met beide poten in de wijken. Ja, meneer Van Wegen, wij beantwoorden elk mailtje. Wij gaan overal achteraan. En we ondersteunen iedereen die hulp nodig heeft. Ik stel die ondersteuning heel erg op prijs. Maar laten we heel eerlijk zijn tegen elkaar. Wij zijn in gesprek bij de mensen op Jeruzalem. We zijn bezig bij de mensen op de Hoven, waar het gaat om verbouwingen. We zijn bezig op de Keerkring met weggeefwinkel. Daar zijn we ook regelmatig. Er zijn allerlei plekken en ik kom u daar niet zo vaak tegen. Mag ik u beiden wat vertellen? Denk, misschien is het goed dat ik u van tevoren even wat adressen doorgeef. Daar zijn we ook regelmatig. Ik wil één ding bestrijden. Nou doe je het voorkomen alsof dat de enige manier is om contact te krijgen met de kiezer. Dat is een manier. Dat is de manier die jullie past. Heb ook respect voor de wijze hoe andere partijen het hebben. Voorzitter, we gaan het op 19 maart gewoon zien. Het met kiezers, dat je naar de mensen toe moet gaan. Ja. En dat je moet gaan luisteren hoe zij erin staan. En samen met hun. Want dat is inderdaad typisch SP. Daar heeft u gelijk in. Okay. Mensen mobiliseren en samen met hun wat bereiken. Okay. Het probleem is... Een afwechting. Laatste punt. Dank u. Het probleem is dat zowel de SP als de BPA heel erg veel in de stad te zien is en de bewoners allerlei mooie verwachtingen voorspiegelen, maar in de raad zich gedragen als getuigenispartijen die wel van alles en nog wat roepen, maar niks voor elkaar krijgen. Getuigenispartijen uit uw bond. Wij dragen constructief bij. De helft van onze moties en amendementen worden aangenomen. U dient vrijwel niks in. U stelt alleen schriftelijke vragen, maar u doet er niks mee. Duizend moties aangenomen krijgen, want u verandert nooit wat. Ja. U zegt alleen maar, laten we een onderzoek doen, laten we monitoren, laten we een termijn afspreken. Op zo'n manier kun je altijd... Dames en heren. U heeft 181 Simone? Moties ingediend, er zijn er maar 17 van aangenomen, omdat u het niet meer communiceert. En na 19 maart wordt dat anders. Reken daarop. Dames en heren. Ik vind het een warm applaus waard, want ze zitten er vol vuur en vlam in. Legitimiteit. En het is duidelijk dat er nog wat gesprekken nodig zijn. Misschien goed om in een van de mooie horecagelegenheden die Amersfoort Rijk is, daar eens een goed gesprek over te voeren. Met z'n allen. Om inderdaad de ingezetenen weer hernieuwd vertrouwen te geven. De laatste Minute of Fame. Goed gebruik in de 4 uitzendingen van 033 Politiek. Simone, deze camera is voor jou. Je hebt 1 minuut om dat te zeggen tegen de kiezer wat je zou willen zeggen.
Als u op de ChristenUnie stemt, dan stemt u voor betrouwbaar bestuur, meer aandacht voor kinderen en gezinnen en ruimte voor burgers. Als zij het kunnen doen, hoeft de overheid het niet te doen. Dankjewel. Dankjewel. Ruim binnen de minuut. Hans, die camera is ook voor jou. Voor jou ook 1 minuut. Dank u wel, voorzitter. Ik zou tegen de stad willen zeggen, gaat u alstublieft wel stemmen. Ook u, want u kan het verschil maken. Normaal blijft u misschien thuis, maar komt deze keer wel naar de stembus. Wij van de BPA zijn met een fris jong team, jonge mensen, onder andere 2 vrouwen in de top, voor een socialer, financieel gezonder en een veiliger Amersfoort. Kijkt u op onze website, daar ziet u video nummer 15, onze verkiezingsvideo. Wij willen als Burgerpartij Amersfoort geen financiële fuikbeslissingen meer, die van tevoren niet compleet helder zijn, zoals bijvoorbeeld het Eemhuis, het zwembad, de westelijke ontsluiting in de Kersenbaan. Nog 10 seconden. Als u niet de BPA stemt, dat kunnen we ons niet voorstellen. Dus komt u vooral stemmen op lijst 1 op 19 maart 2014. Dank u wel. Hans van Wegen. Dank je wel. Deze kamer, mag ik jou verzoeken ietsje naar Hans op te schuiven? Dan komt Ad ook goed in beeld. 1 minuut ook voor jou. De SP wil rijk en arm, jong en oud, ziek en gezond met elkaar verbinden. En die verbindingen juist versterken. En als je dat doet, dan ben je er niet voor dat er miljoenen en miljoenen over de balk gesmeten worden aan zinloze prestigeprojecten. Terwijl grote groepen Amersfoorters in de kou komen te staan. Dan vind je niet dat de westelijke ontsluiting er moet gaan, omdat er eigenlijk geen verkeersprobleem is wat zo ernstig is. Dan ben je tegen de Kersenbaan, omdat dat een enorme investering is voor een niet bestaand probleem. Tegen een prestige topzwembad en tegen een huis van de watersport in de Eem. Dan wil je juist dat deze stad, die wel degelijk een hart heeft, dat dat hart gaat kloppen. En dan zeg je, eerst mensen, geen prestigeprojecten. Amersfoort kan een stad worden vol lotsverbondenheid en gemeenschapszin. Als u SP stemt op 19 maart. Ad Meijer. Dank je wel. Goed, dames en heren. Dank jullie wel, gewaardeerde gasten, voor jullie vuur, enthousiasme en inzet. U als kijker bedankt voor het aanschouwen van 4 afleveringen 033 Politiek. Het was de laatste aflevering. Tijd voor een drankje, zou ik zeggen. En Arjen, aan jou het laatste woord. Voorzitter, bedankt. De 4e en laatste, meest beroerige aflevering van 033 Politiek, dames en heren. Het venijn zat hem duidelijk in de staart. En is zeker ook onze zorg. Een mooi verhit debat, want er was voor iedereen wel wat. Met onze gasten Simone Kennedy Doornbos, Ad Meijer Kennedy en Hans van Wegen Kennedy. En verder werkte mee Andy van der Vlasakker, Peter Heus, John Weg, Jorik Boerengeluid, Arjen ter Linteloop, presentatio, Gerrit Veenendaal, productie en uw gastdichter. Stemt u vooral op 19 maart op 033 pp tab. Simone, dank. Hans, dank je wel. Beste kijkers, de zaal naast mij, achter mij, daar worden de belangrijke besluiten door de gemeenteraad van Amersfoort genomen. Over geld, over bestemmingsplannen, over heel veel onderwerpen. Op 19 maart, dan zijn de gemeenteraadsverkiezingen en dan kunt u gaan stemmen. En u bepaalt dus wie de nieuwe mensen worden die straks in deze zaal die beslissingen gaan nemen. Er zijn heel veel mogelijkheden om u te oriënteren op de verkiezingsprogramma's van de verschillende partijen. Of over wie dan precies de kandidaatraadsleden zijn. Dat kunt u via websites terugvinden. U kunt dat via Kieskompas terugvinden. Te bereiken allemaal via www.amersfoort.nl/verkiezingen. U kunt dat via de lokale media teruglezen en terugzien. Maar natuurlijk ook via dit programma 033 Politiek.
Ik hoor u thuis denken, burgemeester, heeft u nog een stemadvies voor mij? Nee, ik heb geen stemadvies, want ik sta boven de partijen. Maar ik heb wel een ander advies. Breng uw stem uit op 19 maart. U bepaalt daarmee hoe Amersfoort wordt bestuurd.